Ik denk wat uniek is aan het Erasmus NC is dat we een centrum zijn waar eigenlijk alle specialismen te werk zijn. Ik ga maar kijken. Voor vandaag staat er bijvoorbeeld op de neurochirurgie staat een trepanatie en nogmaals een trepanatie op de andere. Uiteraard hebben we hier een aantal specialismen wat je gewoon in de periferie minder ziet, waaronder de neurochirurgie. De trepanaties, daar zijn we echt wel een centrum voor. Maar vergeet ook onze transplantatiedienst niet. We hebben natuurlijk de lever, de nier, transplantatie, wat we gewoon veel doen. Op de kamer staat de osteosynthese van de hand waar we om 8 uur mee gaan beginnen. Op de kamer van de KNO staat het. Geen dag is hetzelfde, is het hier op elkaar complex. Dus je weet eigenlijk nooit waar je staat en waar je begint en waar je eindigt. Ik denk dat hier op het OK-complex bijna alles wel uitdagend is. Of je nou van een orgaantransplantatie spreekt of van een groot neurotrauma. Alles heeft zijn uitdaging, alles heeft ook zijn expertise nodig en dat maakt het werk hier juist zo leuk. Op OK-10 totale knieprothese. We hebben op OK-11 de ongeval hebben we botverwijderen van platen en schroeven. We hebben op OK-13. Ik ben zelf ooit in 1993 mijn opleiding gestart en ben eigenlijk hier nooit meer weggegaan. Omdat ik gewoon de dynamische vormgeving die hier plaatsvindt, vind ik gewoon geweldig.